Hallo allemaal, vandaag is het schrijversdag. Ja, schrijversdag, wat komt daarbij kijken? Schrijvers, schrijven. Ja, hoe schrijf je nou? Nou ja, schrijven jullie, of tekenen jullie weer mee? Ja, vandaag is het schrijversdag. Ja, ik ken best wel wat schrijvers, omdat ik natuurlijk zelf boeken illustreer voor schrijvers. Maar hoe beeld je dat nu uit, schrijversdag? Ja, ook wel weer lastig, hè? Gisteren had ik diabetes, dat vond ik echt lastig. Maar schrijversdag, ja, hoe doe je nou een schrijver uitbeelden? Laat ik eens beginnen waar ik mee teken zelf, op beurzen en zo, en op braderieën en op jaarmarkten, is met een veer. En vroeger deed men daar ook mee schrijven natuurlijk, met een veer. Hoe ziet zo'n veer er dan uit? Nou ja, in ieder geval een scherpe punt, die we dan in de inkt konden dopen. Dat was een ganzenveer. En ja, een ganzenveer. Je ziet er ongeveer dan zo uit. Ik ga er gewoon eventjes eentje bij pakken. Ik heb hier natuurlijk gewoon op voorraad staan ganzenveren. Dus laat ik eens gewoon eentje pakken. Dan heb ik gelijk een goed voorbeeld van zo'n ganzenveer. Hoe ziet zo'n ganzenveer eruit? Nou, hier zat dus inderdaad, deed men een scherp puntje aanslijpen. En dan, dan heb je hier wat pluizen zo. En dan. Zo. Zo, nou, zo. Dat is ongeveer wel zo'n ganzenveer. Zo. En dit is zeg maar die nerven, of tenminste die pin in de veer. Nou, hier zit deze stopje dan, doop je dan in de inkt. Nou, moeten we eigenlijk een inktpotje erbij tekenen. Leg die veer even weer weg. Inktpotje. Ja, hoe ziet zo'n inktpotje er dan? Nou, hoe zag zo'n inktpotje er dan uit? Ja, mooie rand zo. En dan. Die liep dan hier naar binnen. Zeg maar een smal halsje. Waar die. Zo. En vaak zat er dan ook nog wel een etiketje op wat voor inkt erin zat. En het mooiste is natuurlijk om daar met Oost-Indische inkt te werken. Met zo'n inktpotje. Nou, de inktpotjes zijn zwart. Er zit natuurlijk ook zwarte inkt in. Dat scheelt. Nou, wat reflectie op het potje. Zo. Wat erin zat voor inkt. Zo, en dan konden we daar de inkt in dopen. Ja, uitkijken dat het niet drupt, want dan krijg je een vlek. Dan krijg je een inktvlek, dat wil je niet. Dus, schaduwtje. En dat deden we dan tekenen op perkament. Laten we dat perkament dan ook maar gelijk tekenen erbij. Zo. Het is wel een rare rol perkament trouwens, moet ik zeggen. Nou, goed. Hij zit hier al opgerond. Zo. Daar deed men dan wat opschrijven en dan deed men hem dicht plakken weer met een zegel. Goed, dit is misschien niet de mooiste rol perkament. Ik had dat even misschien iets anders moeten doen. Wacht, dat kunnen we nog wel even doen. We tekenen hem gewoon even hier. Rol perkament. Nee, ik begin weer verkeerd, zie ik nu. Ik begin verkeerd. Dat is het. Ik moet dan hier beginnen als die kant op moet.
kijken naar mijn zoon. Een perkament. Zo. Een rol perkament. En dan komt hier ook nog een zegel op met een zegelring. Maar dat deden ze ook, daar deden ze hem ook soms mee dichtplakken. Maar je kon hem hier ook al een zegel doen natuurlijk met een lintje zo. Van dat het officieel document was. En dan ja, stonden er allerlei dingen op geschreven natuurlijk. Nou kijk, dat kunnen we heel mooi zo gewoon weergeven. Gewoon wat gekriebel. En dan is het net of er tekst staat. Een beetje schaduwtje misschien nog erachter. Zo. Zo. Nou, ik vind het best een mooie perkamentrol. Ja, schrijven. Ga zelf eens misschien ook wat schrijven in plaats van tekenen. Dat kan natuurlijk ook. Al heb ik de voorkeur op tekenen. Ik ben niet zo'n schrijver. Probeer het wel eens met een blog. Maar dat wil niet altijd even goed lukken. Ik heb wel ooit een verhaal verzonnen. En misschien moet ik dat eens een keer uit gaan schrijven. Maar laat ik me voorlopig maar eerst maar even bezighouden nog met tekenen. Zie ik jullie morgen weer in de volgende video met weer een tekening van Maarten. Tot morgen.